Paul van Vliet zingt daar straks over. Begeleid door een strijkkwartet van Vion, orkest van Gelderland en Overijssel. Hij draagt een tekst voor over Jaapie, maar dat had ook over Bernie kunnen gaan. En dit kleine nichtje van Bernie, hier samen met hem op de foto, heet Batseba. Zij overleefde de oorlog wel en zij werd de oma van actrice hier vanavond, Sam Gilane. 14 oktober 1942. Jongen, Bernie, lees de volgende bladzijde heel goed, want misschien zijn het wel de laatste die ik schrijf. Ik ben nu eindelijk heel kalm en wacht af. Dat wil niet zeggen dat er niet af en toe een snik naar mijn keel omhoog welt en ik uit radeloze wanhoop je portret dat ik nu de laatste 24 uur voortdurend bij me draag zoen. Zoen tot het mij te moede is of mijn lippen door het koude karton heen zullen gaan. Ik wil mijn gedachten houden bij wat ik schrijf, want liefste, ik wil afscheid van je nemen. Als we worden gepakt en jij zult later mijn schrift krijgen, dan moet het niet plotseling abrupt zijn afgebroken. Ik wil kalm en verstandig afscheid van je nemen. De kwestie is namelijk deze. Er zijn hier vlak in de buurt al verscheidene Joden weggehaald, gisteren. En wij zijn zo bekend dat we ons erover verwonderen dat wij niet ook al zijn. God, het is toch te erg? De eeuw is oud, de eeuw is moe. En sukkelt naar zijn einde toe. Er komen nieuwe tijden. De toekomst dwingt, de toekomst lokt. Maar dat mij soms de adem stokt, dat is niet te vermijden. Want ik denk nog vaak aan Jaapie Groen. Mijn Joodse klasgenoot van toen, die nauwelijks mocht leven. Die mij voor hij werd opgepakt en in die wagen werd gesmakt. Zijn speelgoed heeft gegeven. En achter ieder Joods gezicht zie ik het zwarte doodsbericht dat nooit meer zal verdwijnen. Vermoord, vernederd en verschopt. Een wereldbeeld dat nooit meer klopt door de kampen en de treinen. De eeuw is nu geschiedenis. En het is goed dat dat zo is. Die is netjes opgeborgen. Maar van die hele eeuw van toen blijft toch dat beeld van Jaapie Groen. En dat neem ik mee naar morgen. Vrijdag 6 november 1942. Mijn lief vrouwtje. Nu dit dagboek een einde neemt, wil ik graag rechtstreeks tot jou een paar woorden richten. Slechts één keer heb ik uit directe bron gehoord dat het je naar omstandigheden goed gaat. Mijn poging van 2 weken terug om weer iets nieuws te ontvangen is zonder resultaat gebleven. Lieveling, ik moet kort zijn. Ik ga vanavond weg van hier. Een tijdperk van moeilijkheden en gevaar ligt voor me. Een dagboek als dit kan en mag ik niet bij me houden. Het zou te gevaarlijk zijn, niet alleen voor mij, maar ook voor vele anderen. Maar zelfs al zou ik deze tijd niet levend verlaten, toch heb ik ervoor kunnen zorgen dat je dan ook dit boekje in handen krijgt. Een nieuw dagboek weet ik niet te kunnen beginnen. Indien deze mijn laatste regels zijn, tot jou gericht, mijn Alice. Ontvang dan hierbij nogmaals mijn onuitsprekelijke liefde en mijn geloof, moed en hoop dat ik eens het geluk zal mogen hebben dat jij mijn vrouw zal zijn. Bernie Spier.
Twee jonge mensen. Vol.